Hoi, hoi allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn. Ondanks de warmte. Hoi Ine, Rita, Mirjam. Even zien. Hij scrollt. Monique, Greet, Gerry. Leuk dat jullie zo binnenkomen vallen. Hoi Hanny. Jij moet me maar een klein beetje helpen vandaag. Misschien mis ik iets. Kun jij dat nog bijsturen? Maar het zal vast goed gaan. Ik wacht nog eventjes. Als we bij 50 volgers zijn, kijkers, dan begin ik. Dat zal vast niet lang duren. En als het begint direct. Oh, mijn hond Bowie is ook weer van de partij. Die heeft het benauwd vandaag. Dus die kruipt nou lekker onder de tafel waar het nog warmer is. Maar ik snap die hond niet helemaal. Hoi Nancy. Dankjewel. Ja, ik wou openen met een paar hele mooie voorbeelden. Wij als team van Pronti hebben al heel veel gemaakt met deze nieuwe collectie, Under Construction. En gisteren hebben we nog een craftfestival gehad van Craft Emotions, dus zijn we ook de hele dag druk bezig geweest, Ellen en ik. Dus ik heb heel veel te laten zien. Ik heb alleen niet meer de producten in de verpakking, maar ik denk dat dat niet zo erg is. Heb je ook geen plastic geritsel en ik hoef het er niet meer in te stoppen. Ik denk dat we maar beginnen. We zijn al lekker over de 50 heen. Dus ik leg deze even aan de kant. Laat ik zo zien. Ik laat eerst de collectie zien. Dan begin ik met de foamstempels. En zoals je ziet heb ik die al heel veel gebruikt. En mijn lieftallige DT-collega Marijke, die heeft het met koperwax gedaan. Maar het was gisteren zo warm, dat het droogde heel snel op. Dus ik heb nu een gear, een tandwiel, die lekker opvalt. En die ik in vervolg maar gewoon gebruik voor de waxen. Ik vind het wel mooi lijken zo. We hebben ze in 3 maten. De kleine, een slagje grote. En deze. En we hebben de lijntjes op het allerdunst gehouden. Dunner dan dit kan niet op een foamstempel, maar dit is perfect. Pas precies. Het is een setje van 3. En ga ik straks laten zien op de kaartjes. Dan hebben we een leuk stickervel met allerlei Engelse teksten. Een beetje stoer. Been there, done that. Of you rock. Live life to the fullest, own your dreams, rise and shine, think different, be creative. To be old and wise, you must first be young and stupid. Dus maak je bijvoorbeeld een leuk art journal of een jong iemand wordt 18 of 16, weet ik veel. Is dat best een leuke tekst op een verjaardagskaart. Dus die hebben we er ook bij. Dan begin ik met de stencils. Het is Under Construction en het gaat dan een beetje om dat we allerlei structuren hebben. Nou, een van die structuren is een dwarsdoorsnede van een boomstam. Die laat ik straks zien waar ik die op heb gebruikt. En dan heb ik eentje met allerlei, ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, met wegwijzers. Ja, dat lukt wel. Allerlei pijltjes. Je kunt hem gebruiken om in één keer ergens op te smeren met structuurpasta of distresspasta. Heel erg leuk om te doen, maar je kunt ze ook apart gebruiken. En dat is een A5 trouwens. Dan heb ik nog een A5 en dat is een muur. Brokstukken, bakstenen. Met nog kleine details erin en die zie je heel goed als je met pasta aan de gang gaat. Dat is een leuk stencil.
En dan hebben we deze. Daar ben ik heel blij mee. Daar kun je een doosje mee maken. En er zijn al heel veel doosjes, maar dit doosje was er nog niet. En ik zal hem je direct laten zien. Bijvoorbeeld deze. En daar heb ik ook de baksteen weer op gebruikt. En gewoon papier en karton. En die gaat, je vouwt hem heel makkelijk in elkaar. Ik heb hem nu niet los. Maar mocht je 1 oktober bij Hobby Vision in de winkel zijn, dan laat ik je een hele makkelijke manier zien om het doosje in elkaar te vouwen. Zo gaat hij open. En daar passen een heleboel merciereepjes in. Die ik niet in huis heb gehaald, want dan halen ze het doosje niet eens. Dus... Maar ik weet van Hanny dat de merci-doos reepjes in passen. Dus. Maar je kunt er ook geld in stoppen met iets leuks. Of heel leuk formaat doosje. Die heb ik ook nog in deze uitvoering. Met een ketting erop en een stoer slot. Die heeft Ellen gemaakt. En hier zit Rusty patina op. Dat is, daar zit een heel klein korreltje in en dat maakt het prachtig antiek. En dan, dat is dus dit doosje. Alles staat in de Facebook live. Dus dan heb ik dit stencil nog en die is echt gaaf. Je hebt hier een driehoeken. Nou, dit is volgens mij zo'n kernbomcirkel, weet niet precies. Je hebt hier warning, danger, stop en pijltjes. En zo kun je je eigen lint maken, zoals Ellen op dit doosje heeft gedaan. Ze heeft gewoon geel papier gepakt en is met zwart gaan sponsen. Hier zie je op de zijkant deze, kun je mooi uitknippen. Hier heb je driehoek. En hier zie je die linten die ze heeft gemaakt. En bij deze heeft ze Danger. Die is een beetje lekker aan het werk gegaan. Ze heeft Danger gestempeld. Daarna heeft ze hem hier neergelegd. Heeft ze Stop gestempeld. En dan weer Danger. En zo kun je dus heel veel verschillende uitvoeringen van je linten maken. Perfect doosje. Dus dat is een stencil. Dit is een A4. En dit is ook een A4. Ja, je kunt ook je chipboard figuurtjes erin in doen. Nou, als we het dan toch over chipboard hebben, dan bewaar ik het mooie papier voor het laatst. Begin ik met chipboard. Dat is allereerst een A5 met plaatjes. Ja, hoe noem je ze? Labels zijn het niet echt, maar ik moet er toch een stukje papier bij laten zien. Dit vel wat bij het papier zit, die past. Dit past allemaal. Kijk, de pijl en die. Ben je nu niet zo creatief met inkt, pasta's, waxen, weet ik veel. Dan kun je deze bijvoorbeeld uitknippen. Ook al ben je wel creatief, maar je kunt die dus uitknippen en die plak je op de pijl. Kijk, hij gaat er precies op. En dat is. Super leuk om te doen. Dus dat is een A5 formaat chipboard. Dan heb ik nog. Dankjewel Nancy. Ik zie dat je al aan het helpen bent. Top. Ik heb nog sleutels. Dat was wel een van de dingen die ik heel graag wilde. Mooie sleuteltjes. Zodat je die kunt bewerken zoals je zelf wilt. Ik heb er al heel veel gemaakt. Ik heb gisteren heel veel weggegeven. Maar bijvoorbeeld met... Dit is alleen met pasta. Gewoon de Crown Expresso Distress Pasta. Dan maak je al een oude sleutel mee. Ik zal een beetje dichterbij houden. Ja, daar zie je niet helemaal. Niet duidelijk. Maar dat geeft niks. Ik laat zo zien hoe je die sleutel... zo oud krijgt. Dat is ook een A5. En dan heb ik nog een A4 met allemaal pijpleidingen. En dat is iets wat mijn DT-collega Hanny al heel graag heel lang wilde. Dus ze heeft nou
eindelijk haar pijpleidingen. En die zijn ook ontzettend gaaf om te gebruiken. Ik heb ze al een keer laten zien tijdens een live bij Pronti. Maar ik laat straks op de kaart er nog meer zien. En dit is een A4. En die is echt gaaf. Dan heb ik nog het papier. Daar zijn we ook heel blij mee. Is 21 bij 21. Precies perfecte dikte. Niet glad, maar ook niet super mat. Het is gewoon het perfecte velletje. Van deze, je hebt in je verpakking van het papier, heb je overal twee van in zitten. Omdat het dubbelzijdig is. Dus je kunt, deze heb je eentje van extra. En die. Deze heb ik al gebruikt, de andere. Dus daar heb ik maar één meer van. Maar dan heb je dus houtstructuur. En dan krijg je een roestig iets. Met die cijfers erop. Super gaaf. Dan heb ik bakstenen met stukwerk erop. Wat eraf haalt. Ook zo mooi. En er zit blauw in. Dus je kunt alle kanten ermee op. Je kunt ook heel mooi combineren. Dus dat is een perfecte. Dan heb ik deze nog. Nou, je ziet, dit is het laatste wat ik ervan over heb. Die zit op een doosje. Dat is deze kant. En dan heb je de andere kant. Is dit. Dus dat is een beetje marmerachtig. Annie. Dan heb ik blauw hout. Blauw vergrijsd hout. En de achterkant. Ik weet niet precies wat het is. Het lijkt op of hier een veeg op zit. Dat je het raam schoonmaakt. Maar dan is die wel heel vies. En dat is deze combinatie. Dus die is super gaaf. Het is ook gewoon een mooi formaat papier. Voor kaartjes maken. Voor mixed media. Je kunt hem overal voor gebruiken. Dit is ook zo'n super coole combinatie. En dan heb ik deze nog. Dit is iets van marmer. En hier heb ik nog weer een keer hout. En dan met metaal, roestig metaal. En dan heb ik hier glas. Hier is iets opgevallen en hij is mooi in cirkels uit elkaar gegaan. En dit is de achterkant, dus dat past ook weer perfect bij elkaar. Alles is bij elkaar te gebruiken. Dat is het mooie ervan. Nou, deze ben ik zelf heel gek van. Dit hout. Je kunt het zo gebruiken, maar je kunt ook alles in reepjes snijden. En dan ga je het baksteensgewijs leggen. En dan krijg je ook weer een heel mooi effect. De achterkant daarvan zijn bakstenen. Dat zijn deze. Dan heb ik nog lekker veel roest. Even zien. Ja, deze en die. En het valt gewoon enorm mooi te combineren. En daar heb je dan nog een vel bij met allemaal schroefjes, moeren, bouten. En dan keer vier. Dus wil je een lijstje maken. Even zien. Ik heb hem. Maar waar? Ik heb te veel, denk ik. Even zien. Ah, hier is hij. Op deze heb ik dat gedaan. Ik heb op alle vier de hoeken heb ik schroefjes neergelegd. En zo hou je dan iets vast. En daarbovenop heb ik glossy accent gedaan. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ik denk het wel. Het schimmelt. Het glinstert wel iets. Maar ik laat het zo beter zien. Dus die zit er ook bij. Je moet een beetje knippen. Maar volgens mij is dat piece of cookie. En de labels dan. Of de bordjes. Dus dat is het papier. 21 bij 21. En daar kun je lekker veel mee doen. Dan laat ik jullie nog wat voorbeelden zien. Nee, ik vergeet wat. Want er zit ook nog iets van MDF bij. En daar ben ik normaal gesproken helemaal niet weg van. Ik probeer er ook altijd onderuit te komen als er weer voorbeelden moeten worden gemaakt. Maar deze vond ik super gaaf. Een pennenhouder, een kwastenhouder. Ik heb mijn schaartje erin. Ik heb een pen. Ik heb een pincet erin. Ik heb een waterpen erin.
potlood, mijn prikpen. Je kunt er van alles in doen. En ben je bang dat je iets erin valt? Er zitten wat reepjes in. Ik heb hem niet meer los, anders kon je het zien. Maar zo kun je het potlood bijvoorbeeld zo doen. Maar schuif je hem iets naar beneden, blijft hij achter het volgende plankje steken. En dan staat hij wat lager. Een collegaatje van mij die heeft de bovenkant losgelaten. Zo mocht er wat invallen. Dan kun je hem eraf halen. Je haalt je troep eruit. Want wat er invalt, gaat er nooit weer uit. Hè? Dat lukt je bijna nooit. En bekleed met het mooie papier. Gestempeld. En daarna wat sleutels eraf. En weer wat schroefjes. Daar is het papier wat al bijna op is. En hier ook nog weer. Dus die is super gaaf. Is echt een aanrader. Dus dat was tot zover de collectie. Dan laat ik nog wat voorbeelden zien. En dan is er vast nog tijd over om te laten zien hoe ik de sleutels, ja, die kun je op verschillende manieren maken. Allereerst heb ik hier gewoon een kaartje. Ik heb hier de stempels gebruikt. In allerlei kleuren. Ik heb gewoon alle drie de stempels gepakt en de hele kaart vol gestempeld. Daarna ben ik met distress ink bezig geweest, deppen, zodat het velletje helemaal gekleurd werd. Ik heb stempels nog van Studio Light gebruikt. Die heb ik hier, dat zijn grunge stempels. Kun je er heel mooi mee combineren. En hier gewoon een restpapiertje gescheurd, geïnkt en die erop geplakt. En dan weer een pijpleiding erop. En ik heb hier over de naad, dit zijn twee stukjes, heb ik een sleutel geplakt. En die heb ik bewerkt met deze vingerwax van Cadence, hoe je het maar wil noemen, koper. Dus die is, dat is eentje. Daarna heb ik nog van een restpapiertje, heb ik deze gedaan. Het is eigenlijk hetzelfde. Je stempelt met je foamstems. Ik heb hier weer een schroefje opgeplakt, wat sleuteltjes. Een ander tekststempeltje. En weer een mooie tekst erop. Deze heeft mij de themaatje honey gemaakt. Ik blijf steken in blauw, oranje en bruin roest. En honey laat dus zien dat het ook gerust met roze, geel, oranje, wat dan ook maar. Dus niet alleen voor de stoere man, maar ook voor de stoere vrouw. Dus die is super leuk. Dit is gedaan met, volgens mij, honey help. Waar heb je dit mee gedaan, de pijltjes? Ik dacht met zwarte gesso, maar er zit een structuurtje in. Dus daar zit iets door. Leuk touwtje erachter. En je hebt een super vrolijke, mooie kaart. Dan heb ik deze, gewone kaart. Het leuke met splitpennetjes werken is dat je ze kunt laten bewegen. Hier kun je, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hier heb ik wax op gebruikt. Ja, als ik hem beweeg zie je het wel. Het is hele fijne was. Het ligt er niet bovenop, maar dat zijn deze potjes van Crafty Motions. En dat is waxpasta op bijenwaspasta. Je ziet het haast niet, maar het geeft een hele mooie glans. En de wieltjes kun je, de tandwielen kun je bewegen. En hier weer zo'n pijl met bijpassend papiertje erop. En je hebt een mooie kaart. Structuurpasta van Dutch Doobadoo. Nou, daar is het mee gebeurd. Mooi zwart. Perfect. Er ligt een heel klein laagje bovenop. Hier heb ik een kaartje van Ellen. Je kunt ook zien, het hoeft niet allemaal mixed media. Dit is gewoon papier. Een sketch maken. En je maakt vakjes. Je maakt een sleutel mooi oud. Deze is echt gaaf. Ik weet niet of dat zo te zien is van dichtbij. Ja, dat kun je wel zien. Ja, super gaaf. Ik vroeg hoe ze dat gedaan had. Gewoon laagje voor laagje. Ben je niet tevreden, doe je nog een laagje. Je gaat maar door. En zo wordt hij hartstikke mooi.
Dan heb ik nog een label. Ik weet nog niet of ik die al heb laten zien, maar ik laat hem nog een keer zien. Hier is het baksteenstencil. Even zien waar ik die heb. Dat is deze. Die heb ik dus door mijn e-bosser heen gehaald met zwart karton. En dan krijg je een hele mooie, fijne, geëmbost muurtje. Of het goed Nederlands is, weet ik niet hoor, maar dat krijg je dan. En daar ben ik met blauwe, als het goed is, ben ik daar met deze overheen gegaan. Maar het kan ook best zijn dat ik het met die heb gedaan. Doe je daar een beetje wax over en dan is die prachtig. Weer wat stukjes papier afgescheurd, hier uit een boek. Hier heb ik de pijpleidingen weer gedaan. Deze heb ik nog met glossy accent gedaan, zodat die iets meer glimt. En hier weer zelfgemaakte enamel dots. Zo. Dus heel veelzijdig. Dan heb ik deze nog. Die heb ik denk ik al een keer laten zien. Maar die vind ik gewoon super mooi. Je kunt er dus ook postzegels bij gaan gebruiken. Hier zie je ook weer het stencil met danger en warning en stop. En hier zie je het boomstam stencil. Geeft een heel leuk effect. Gewoon kleine stukjes ervan gebruiken en dan is het super. Dan heb ik deze nog. Life is too short to be normal. Helemaal mee eens. Maar ja, af en toe, dan moet je eens gedragen. Hè? Dat is die. Dit is er gewoon weer eentje met een kaartje van papier. Daar heeft Ellen nog een pijl op gebruikt. Dus dan kun je zien, hoef je niet alleen met papier te doen. Maar je kunt het ook gewoon met structuurpasta en wax doen. En dan heb je ook een mooie pijl. En dan deze nog, die is super leuk. Hij staat niet in de Facebook Live, maar dit zijn de poppetjes van Tim Holtz. Ik weet niet precies hoe ze heten, maar als het goed is, dan zal die er morgen nog bij komen te staan. Maar die past dus heel goed bij deze collectie, die kleine poppetjes. Super leuk om te gebruiken. En hier weer van alles opgeknoeid, zodat het maar zo oud mogelijk lijkt. Nou, dan heb ik als laatste nog een art journal pagina. En dat beweegt ook weer. Dat heb ik met embossingpoeder gedaan, koper. En toen door de inkt gehaald. En deze ook weer. Dus dat zijn mijn voorbeelden voor jullie. Ik heb hier nog een stuk karton. Daar kun je dan zien wat ik daarmee heb gedaan. Die heb ik dus door de e-bossen gehaald. Je kunt hem door elke stansmachine heen halen natuurlijk wat je wil. En ben daar met wax overheen gegaan. Je kunt de bakstenen omcirkelen met een witte pen. Maar ik vind eigenlijk gewoon om het met wax te doen wel het mooiste. Dus dat is een tip. Hij kan ook door de embossingmachine. Nou, dan hebben we nog ruim tijd over, zodat ik jullie wat sleuteltjes kan laten zien. Even zien. Sleuteltjes heb ik en ik heb wat pijpleidingen. Nou, met al wat zien heb ik de opmerkingen niet gezien, maar ik hoop dat als er vragen zijn, dat ze beantwoord worden. En anders doe ik dat na de uitzending. Maar ik denk dat mijn collega's jullie ook wel helpen. Even zien. Ik begin met een sleuteltje. En dan begin ik met de makkelijkste manier. Nou, dat is eigenlijk nog een makkelijkere manier. Maar deze is het leukste, want dan krijg je lekker vieze vingers van. Je pakt gewoon een beetje van dat. Even zien, distress pasta en dit is de Ground Espresso. Je haalt een beetje van je vingers af en je doet gewoon dit. Gewoon deppen. Dan krijg je direct een structuur. Als je gaat wrijven, dan heb je die strepen zo. Het kan wel, maar nou is het net of het een beetje ruig wordt.
En dit is zo fijn. Ik heb bijna nooit een schort om, maar ik heb vandaag een jurk aan. En ik dacht van, Monique, als je nou slim bent, doe je deze keer wel een schort om, want dat zou wel zonde zijn. Zo. Nou, dat is eentje. Zo zou je hem al kunnen gebruiken. Dan doe je alleen maar een beetje distresspasta erop. En dan heb je al een mooi bewerkte sleutel. Je hoeft ze niet eens te bewerken met gesso. Eigenlijk worden ze zonder gesso mooier als dat er een laagje gesso onder zit. Dus dat hoeft niet. Ik zal ook een pijpleiding doen met die pasta. En als die dan droog is, zal ik daar nog een beetje wax op doen. Nou. Daar kan nog veel meer bij. Maar zo'n grote. En wat je ermee bereikt als je dat zo met je vinger doet, dat het ook niet allemaal egaal wordt. Niet één geheel. Dat is een normale pijpleiding, ook niet die smerig is. Kijk, dan heb je al je eerste pijpleiding weer. Dan moet ik eerst mijn vingers schoonmaken, dan staat niet verder met de volgende. Zo. Dat maak ik even schoon. En dan laat ik jullie zien een nog makkelijkere manier. Is misschien niet helemaal goed voor je inkpad. Maar wel goed voor de Grand Expresso. Ja. Dit is ook Grand Expresso. Ik heb daar een kleine inkpad van. En dan pak je bijvoorbeeld een plaatje. En dat strijk je gewoon zo eroverheen. En dan krijg je supercoole achtergrond. Of achtergrond, dan is die mooi bewerkt. Je kunt het desnoods, en dat zal ik je straks laten zien. Maar dan ga ik er nog met koperwax over. Maar zo heb je dus ook al heel snel niks aan te doen. Dan heb je al een label. Dus dat is één. Dan gebruik ik toch even weer deze. Dat vind ik gewoon het mooiste. Dan doen we dit label ook. En dan laat ik jullie zien. Die wrijf ik. Je kunt het verschil zien. En dat geeft niks, maar je gaat er toch vaker overheen. Maar als je hem wrijft, wordt hij namelijk dunner. Dan komt er een dunnere laag over. En dat kun je hier zien. Dit is één keer gedaan met deppen. En dit is met wrijven. Dus het is gewoon dunner. Ik vind dit gewoon leuker. Dan droog ik die even. Deze dan vooral. Zo. En nou vergeet ik het helemaal te zeggen, maar ik mag dus vanavond, mag ik aan iemand die dit gewoon een hele geweldige lijn vindt en hier absoluut wel gastdesigner mee wil zijn, mag ik dus een complete serie weggeven. Mocht je daar nou belangstelling voor hebben, dan zet je in het bericht even gastdesigner. Verder niks. Alleen gastdesigner. Geen verhaaltje eromheen, want dan kunnen we het niet weer vinden. Maar alleen gastdesigner. Nou heb ik geen zicht meer op mijn reacties, want mijn pc zegt dat ik geen virus heb. Nou, daar ben ik blij mee. Weg ermee. Dus vind je dit een super gave lijn en je wilt gastdesigner zijn, dan zet je alleen gastdesigner in je opmerking. En verder niets, want anders is het niet weer te vinden.
Maar het is een super toffe lijn. En als je er eenmaal mee bezig gaat, ben je heel gelukkig. Daar kan ik jou verklappen. Dan heb ik dit droog gemaakt. En dan ga ik hier dus nog een keer weer overheen, want hij is me te licht. Dus ik doe het gewoon nog een keer. Ik heb deze keer wel heel veel gepakt, zie ik. Maar dat heeft niks. Zo. Ik kan ook nog weer wat op de sleutel gebruiken. Hier nog een beetje donkerder. Dus mocht je gastdesigner willen zijn, zal het straks aan het eind nog een keer weer zeggen. Roep dan gastdesigner, maar niet meer dan dat. En dan pikken we jullie ertussen uit en kiezen we daar een gastdesigner uit. Zo, die is droog. Dan doe ik op deze, waar ik met de Ground Expresso inkt ben geweest, druk ik ook nog een beetje inkt op, maar dan glimt het wat weer. Hij is zeker gaaf, Gesina. Het is echt een superleuke, supercoole, stoere lijn. En niet alleen voor stoere mannen, maar ook voor stoere vrouwen. Maar dat is wel wat er, vind ik, aan ontbreekt. Gewoon iets waar je leuke, stoere mannenkaarten mee kunt maken. Dat is dit absoluut helemaal waar. Zo, nou, dan heb ik vier voorbeeldjes. Ik zal ze even drogen. En dan ga ik met de wax aan de gang. Heb je nou geen wax wat ik goed voor kan stellen? Ik bedoel, niet iedereen is into de mixed media. Maar heb je dus geen wax, dan kun je die sleutels en labels ook heel leuk bewerken met verschillende kleuren inkt. En dan voornamelijk, wat ik nou een hele toffe kleur vind, maar dat roep ik al een hele poos. Dat zijn deze twee kleuren, de Salvage Patina en de Crackling Campfire. Dus heb je geen pasta's, kun je hier ook hele leuke sleutels mee maken. En dan heb je ook een roestige of koper wat oxideert. Dat lijkt gewoon super mooi. Nou, deze zijn droog. Dan zal ik eerst een beetje wax laten zien. En dan ga ik ook nog even met de Rusty Patina aan de slag. Ik heb hier dan de vingerwax. En dat is koper. Nou, dat is ook niet zo moeilijk, dat kun je wel zien. Ik heb alweer te veel aan mijn vinger. Maar dat heeft niks. Ik smeer een beetje op mijn sheet, zodat ik niet te veel in één keer op mijn pijpleiding krijg. En ga gewoon een beetje, net als net, wat deppen. En ik weet niet of je het dan kan zien, want ik ben bijna uit beeld, zie ik. Maar dan krijg je dus die koperlaag. Maar dat doen we ook een beetje om de hoekjes. Daar nog een klein beetje. En het is het mooiste als je dit gewoon ziet in het echies. Wil je dat zien? Kom dan gewoon gezellig langs bij Hobby Vision op 1 oktober. Dan hebben we onze grote demodag. En daar mag ik dan ook een demo verzorgen met onder andere de Pronti productjes. Lijnproductjes zijn super gave producten. Zo, die kan weg, die is vies. Dan doe ik er ook nog een beetje, klein beetje blauwe wax op. Als potje los wil, ja. Nou, hier zit nog genoeg aan de deksel, dus. Zo. Ik hoop dat jullie het kunnen zien zo. En dan meng je het koper dus weer met het blauwe, het geoxideerde koper. En dan heb je al een superleuke pijpleiding. Ja, dat klopt Sabine, die blauwe is echt superleuk.
Even zien, die doe ik voorzichtig weer terug. Kijk, mijn koker staat ook nog steeds open, moet je ook niet doen. Dan moet ik zeggen dat deze wel mooi zacht is, dus die zal niet zo gauw... Dan heb ik deze. Die had ik gedaan met de Distress Inks Mini en de Ground Espresso. En daar heb ik nog een klein beetje, maar het zie je haast niet, pasta op gedaan. En daar wil ik graag met de Rusty Patina overheen. Oh, die is super gaaf. Ik weet niet of ik die kaart nou bewaard heb. Of dat die gisteren is blijven hangen bij... Even zien. Bij Crafty Motions. Even zien. Ja, ik heb hem hier. Ik heb hier van die splitpennetjes doorgedaan. En dan heb ik ook gewoon een klein beetje van dat Rusty Patina opgedaan. En dat ziet er zo gaaf uit. Ik vind dat op de film een beetje moeilijk te zien, maar ze is echt super. Nou, die is me gisteren omgevallen, dat kun je wel zien. Dus voorlopig hoef ik dat folie er niet af te halen. Dan kan ik mooi op deze manier aan de slag. Wat moet je allemaal meenemen op zo'n dag, hè? Maar dat genoeg. Daar lag niet aan. Het mooiste vind ik, als je dus iets aanbrengt, een laagje zo, doe je ook wel eens met de gesso over de rand van je kaart. En je strijkt hem dan zo uit. Zie je, dan krijg je een beetje het slordige effect. En dat geeft echt een super gaaf effect. Nou, dat kun je ook nog eens zien. Er zit wat raars aan. Zal boeien wel zijn, denk ik. Doe je het nog een keer. En je trekt hem gewoon zo weg. Nou, en dan heb je een super gave... Wat is het? Schildje. Kun je een mooie tekst op doen. Je kunt het met je witte pen doen. Gelpen. Of je pakt een van de stickers. Dus dat is... En dan, als je nou zegt van... Oh, deze is nog niet oud genoeg. Dan druk je hier nog een beetje op. En zo klieder je gewoon zo'n pijpleiding helemaal lekker vol. En dan wordt hij wordt steeds mooier. Naarmate je er meer op kliedert, dan wordt dat gewoon hartstikke gaaf. Ik ben helemaal niet enthousiast of zo hoor, maar ik vind deze wel heel leuk. Doe ik daar de deksel weer op. Dan hebben jullie die ook gezien. Dan heb ik nog een schildje en ik heb nog een sleutel. Nou, die sleutels, daar ben ik zelf, vind ik super gaaf. Dan heb je potjes van Crafty Motions, Chameleon, zoiets, Chameleon. En daar zit wax in. En een hele andere wax als die van deze. Want je ziet hem haast niet. Je ziet deze wel, die is geel. En als ik hem kijk op mijn craftsheet, zie je hem bijna niet. Maar op mijn sleutel wel. En het mooie van deze is dat als je ze zijn het allermooist. Ellen liet me dat zien. Als je ze dus samen gebruikt. Dus niet alleen geel, maar dan gebruik je ook nog bijvoorbeeld blauw. Gaan we dat doen. Kijk, en dat is een hele rare kleur in het potje. Maar uiteindelijk, als je het op je dinges, je sleutel verwerkt, dan moet dat goed komen. Ik vind het altijd spannend. Want het lukt altijd, maar dan zul je zien, dan ga je live en dan... haha. Dan niet meer. Nou, dan smeren we daar ook nog wat over. En dan moet je hem eigenlijk in het echt zien natuurlijk. Dat is het mooiste. Je hoeft maar heel weinig te gebruiken. Zien. Ik weet niet eens waar het andere ligt. Oh, dat ligt daar. Dan smeer ik hier gewoon op. Of ik kan jullie het ook laten zien. Of, dan doe ik nog even. Het is heel klein te zien op het potje. Dat klopt.
Deze vraag kun jij vast wel beantwoorden. Is die van Cadence? Nee, deze is van Craft Emotions. En deze is van Cadence. Dus ik hoop dat ik hiermee een vraag beantwoord heb. Deze vier potjes die zitten bij elkaar in. Dat is één verpakking. En die zijn van Craft Emotions. Dan heb ik hier een beetje blauw op mijn vinger. Ik haal er weer iets af. En ik ga heel voorzichtig. Kijk, en dan heb je een heel andere kleur. Als dat je hierop krijgt. Het verschil alleen al. Maar deze is echt super gaaf. Kijk. Ik ben niet zo van de weinig en heel dun opbrengers. Met kleuren net zo. Je moet heel dun beginnen. Ik heb de trek gewoon. Daarom is het ook niet aan mij besteed, denk ik. Het moet ruig. Nou, als je dit dan ziet, dan word je toch helemaal gelukkig. Goed zo, Sabine. Daar ben ik blij om. Dat is dus de blauwe. En dan heb ik ook nog zilver. Die heb ik zelf nog niet eens gebruikt. Even zien. Sparkling zilver. Moet je nagaan. Dat is die. Veel te veel. Het is wel een beetje een rare structuur. Nou, we gaan het uitproberen. Aha. Ook die is gaaf. Dus alle vier de potjes in één verpakking, die zijn alle vier heel leuk om te gebruiken. En met kerst straks is het ook leuk als je geëmboste kerstbomen of een kerstster of een kerstbal bij je embossingen hebt. En je doet een beetje van deze zilver, ik weet niet of jullie kunnen zien hoe dat glimt en schittert. Dat is super gaaf. Dus niet alleen bij de mooie bakstenen van Pronti, maar ook op je kerstartikelen, wat toch weer een klein beetje begint. Dus dat is die. Dan heb ik nog eentje over. De sleutel, daar ben ik nog niet helemaal blij mee. Daar moet gewoon nog iets anders op. Ja, ik doe hier nog een beetje. Dit is een hele fijne, wat is het, rusty patina. Het is verf, maar er zit een heel klein korreltje in. Nou. En meer hoef je er niet aan doen. Gewoon laten liggen drogen. Is in no time droog. En je hebt een sleuteltje. Dan wil ik deze nog doen. En dat is met groen. Die is ook super leuk. Het wordt nou alweer een chaos, hè? Dan probeer je het gewoon netjes te houden, maar dat lukt niet. Geen. Dat gaat echt niet. Even zien. Ik heb een hondenhaar aan mijn vingers. Alle honden en katten, we zijn naar de dierenarts geweest, die haren gewoon een maat, anderhalve maat te vroeg uit. Dat nieuwe wintervacht komt er weer door. Ik heb hier nog een chaos werkt lekkerste. Ja, dat klopt. Het moet straks ook weer opgeruimd worden. Maar ik moet nodig aan de slag met een nieuwe collectie van Pronti. Maar oh, deze is ook mooi. Nou, dan heb je drekje koper oxidatie. Kijk, dat is de groene kleur van. Ze zijn ook los te koop trouwens hoor. Maar dit is de chameleon pasta. En waar is de dop? Ah, groen, simpel, green. Dus super leuk om dit met pasta en dergelijke. Te versieren. En dan kun je ook zeggen, ik doe hier ook nog een beetje op. Hups. Gewoon kliederen. En je ziet wel wat er gebeurt.
Die. En even zien, waar is mijn sleutel? Die ligt dan misschien ergens op de grond of zo. Oh nee, hier. Zo. Zie je, je gaat er maar weer overheen. Nou, dan denk je van, oh, dat is het niet. Ga je er weer met bruin overheen en ga je overnieuw beginnen. Maar dit kun je dus doen met de pastaatjes, met het chipboard, zonder dat je het eerst hoeft bewerken met gesso. En dan maak je de leukste versieringen voor je kaart, voor je mixed media, voor je art journal, noem maar op. Misschien rood papier embossen en dan met zilverwax eroverheen. Oh, dat zal vast heel leuk zijn. Dus dat is de lijn van de nieuwe collectie van Pronti Under Construction. Te vinden in de Facebook Live onder andere. En dan zeg ik het nog een keer voordat ik het weer vergeet. Mochten jullie nu heel graag deze collectie gratis winnen. Ik mag een setje weggeven. En dan is het leuk dat je dan ook gastdesigner bent. Dus zou je dat willen, dan zeg je gewoon gastdesigner. En dan verder niks, alleen gastdesigner. En dan kiezen Janine en ik iemand uit die dat mag doen. Jullie bedankt voor het kijken. Ik vond het ontzettend leuk weer. Het is ontzettend warm. Het raam gaat gauw weer open. En ik hoop dat, dat ik jullie heb kunnen aansteken. En dat ik leuke creaties van jullie tegemoet zie. En misschien zie ik jullie 1 oktober bij Hobby Vision. Dat zou heel leuk zijn, keer in het echt. Dankjewel voor het kijken. En tot gauw. Doei doei!